Op 16 december 2010 neemt Defensie afscheid van Ede. Met een militaire ceremonie worden de kazernetreinen overgedragen aan de gemeente Ede. Spreker kolonel De Feiter, commandant van de verbindingstroepen, vertelt over de militairen in Ede die nu naar de Bernhardkazerne in Amersfoort gaan. Hij vertelt over de start, de oorlog, Nederlands-Indië en de school. Dit hoofdstuk is misschien uit, maar het boek nog lang niet, zegt hij. Zowel de heer Stallinga van Defensie als de heer Koeleman, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, verwoorden de gemengde gevoelens van de aanwezigen bij de overdracht van de kazerners. Lange tijd hebben er vele militairen op het terrein in Ede rondgelopen. Hier komt nu een einde aan en wat blijft zijn herinneringen. Hiervoor in de plaats ontwikkelt zich de komende jaren op deze treinen een prachtig woon-, werk- en leefgebied. We wensen de gemeente Ede veel succes met de ontwikkelingen van dit monumentale trein, aldus de sprekers. Als laatste is het woord aan de burgemeester van Ede, de heer Van der Knaap. Rond 1900 trokken de eerste soldaten in de Mauritskazerne, de eerste kazerne in Ede. Ruim 100 jaar later verhuizen de laatste troepen van de verbindingsdienst naar Amersfoort. Het is een afscheid van een rijke historie, maar tegelijkertijd een begin van een mooie toekomst. Want Ede is de trotse eigenaar van een prachtig groen gebied met monumentale panden op de rand van de Veluwe. De komende jaren wordt dit gebied omgevormd tot een bijzonder gebied waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen. Deze ontwikkeling gaat natuurlijk niet zomaar. De gemeente Ede heeft 60 miljoen euro aan Defensie betaald om het complete complex aan kazernes, 106 hectare groot, in bezit te krijgen. We hebben te maken met 35 panden die we behouden, waarvan 16 rijksmonumenten. Die moeten bewaard blijven en dus worden ingepast in alle plannen die er al zijn, aldus de burgemeester. We hebben de kazerneterreinen gekocht, 105 hectare, waarop allerlei activiteiten naar de toekomst toe mogelijk zijn. En waarbij we eigenlijk de Veluwe en de stad, dat we die mogelijk maken, dat dat in één keer doorgaat. Want nu zaten de kazerneterreinen daartussen met de grote hekken eromheen. Komt nu echt bij Ede. De kazerneterreinen zijn voor de ontwikkeling van de gemeente Ede heel erg belangrijk geweest. Die hebben er eigenlijk toe bijgedragen dat Ede nu de gemeente is die het nu is. Een stukje geschiedenis is hiermee verloren gegaan. Maar er blijven nog 35 monumentale panden blijven op de Veluwse Poort blijven bestaan. Dus ook naar de toekomst toe zal de herinnering aan het feit dat wij meer dan 100 jaar een garnizoensstad geweest zijn, ja, die zal zeker voort blijven leven. Voor mij is het een dubbele dag, ja. Het is heel apart. Toen ik ook de KL-vlag zag strijken, de gemeentevlag omhoog zag gaan, dacht ik van nou ja, nou gaat het toch echt gebeuren. De kazernetreinen zijn onderdeel van het project Veluwse Poort. Dat gaat om meer dan alleen het realiseren van een bijzondere wijk op de plek van de kazernes. We zijn ten eerste hartstikke blij dat we de kazernetreinen nu hebben. En we hebben er geweldige plannen voor, want dit wordt een woongebied wat een van de mooiste woongebieden van Nederland gaat worden. Dus wat dat betreft zijn we heel trots. We hebben een prachtig stukje natuur met prachtige monumenten erin. Waar echt een van de toplocaties van Nederland wordt om te gaan wonen. Wat een snelle verbinding heeft met de Randstad. Wat 10 treinen per uur via Ede naar Utrecht enzovoort gaan. In 10 minuten zijn de mensen, 20 minuten zijn de mensen in Utrecht. Dus dit moet de wijk worden die Ede nog weer extra op de kaart gaat zetten. Het is ruim 100 hectare. We hebben het nu gekregen. We hebben de plannen dat in 2013 de palen de grond gaan voor de eerste woningen. Dus wat dat betreft, maar wellicht tot die tijd zitten we niet stil. Plannen ontwikkelen, tijdelijk verhuren. Dus ook nu gaan er al dingen gebeuren. Maar in 2013 verwachten we dat de eerste hele mooie woningen hier worden gebouwd.
Ja, voor mij wel een heel apart gevoel. Aan de andere kant ook wel iets, omdat het is ook mijn laatste functie is en ik dat gelijktijdig kan beëindigen, heeft het toch wel weer een wel een leuk gevoel eigenlijk, dat je echt wat afsluit. Aan de andere kant, als verbindelaar vind ik het toch wel jammer, want Ede had toch altijd wel iets speciaals. Het lag mooi centraal voor alle militairen. Dus de meeste militairen vinden het toch wel jammer dat Ede sluit. En dat zeker na 100 jaar. Ja, nou ja, goed, we zijn eigenlijk met de kazernebouw begonnen rond 1900. Dus je treft ook hier heel veel gebouwen aan. Nog uit de militaire historie van 1900 tot nu eigenlijk. Dus het is heel apart om zo'n complex te sluiten. Er staan ongeveer 30 monumenten en die blijven staan. Daar komen bepaalde functies in. Waarschijnlijk komen er ook wel kantoren enzovoorts in. En we hebben al heel veel kandidaten die heel graag in die kantoren willen. We zijn al met verschillende bedrijven en ook organisaties aan het praten wat er eventueel met die gebouwen kan gebeuren. Er is heel veel vraag, maar nogmaals, dat komt door die prachtige ligging vlakbij het station midden in Nederland. Dus wat dat betreft hoopvol gestemd. Er komt een replica van deze leeuw terug. Voor de verbindingsdienst een heel belangrijk monument. Het is ter herinnering aan het feit dat er nogal wat verbindingsmensen zijn gesneuveld in Rotterdam bij de slag rondom de Willemsbrug. Ja, en dat is voor hun heel belangrijk. Ze hebben die leeuw hebben ze gekregen van de gemeente Rotterdam. De slachtoffers van de verbindingsdienst die worden ieder jaar herdacht bij deze leeuw. En ieder officier die van de verbindingsdienst is, die moet de eed afleggen bij de leeuw. Dus het heeft voor met name de verbindingsdienst enorm veel emotionele betekenis. En voor onze gemeente is het ook heel erg belangrijk dat die herinnering aan het feit dat de verbindingsdienst hier in Ede zo lang is geweest, dat die blijft. En dat daar is eigenlijk de leeuw is daar symbool voor.